Ik vind het zo lekker. Het is echt, echt perfect weer gewoon. Echt. Goedemorgen, het is donderdag en het is hemelvaartdag. Dus lekker een vrije dag. Het wordt dadelijk heel erg lekker weer. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ik heb me al aangekleed. Ik heb me niet opgemaakt. Dat ga ik denk ik ook niet doen. Misschien mascara. Ik heb deze top aan van Fila. Dit broekje van Guess. En ik heb hieronder heb ik, een bikini aan van Warehouse. Dus als ik de tuin inga of iets, dan kan ik lekker in de zon. En als ik bijvoorbeeld even voor naar buiten wil lopen, dan heb ik gewoon kleding. En ja, ik denk dat vandaag gewoon een beetje een combinatie wordt van een beetje wat in huis rommelen. En zonder tussendoor even een kleurtje op doen. Ook moet ik niet vergeten om die plek op mijn voorhoofd in te smeren. En toch een beetje een kleurtje op doen, maar heel de dag stilzitten, daar ben ik ook niet heel goed in. Dus we gaan het gewoon een beetje mixen. Oh, dit is zo schattig trouwens. Dit vroeg Sarah net. Dit is Miu Miu toen ze heel klein was. En Sarah vroeg elke keer, oh, mag ik die foto zien? Ze zegt, wil je hem nog een keer afdrukken? Want dan heb ik hem ook. Ik zei, nou, mama heeft hem op de computer. Je mag hem hebben. Maar hier was Miu Miu, denk ik, 4 weekjes. Miu Miu was natuurlijk verstoten. Dus die heb ik met de fles groot gevoed. Het is zo cute, dit. Dat ben jij. Kijk, dat ben jij. Ja, het zeg je helemaal niks, hè. Doet baasje dom, hè. Tijd voor een gezond tussendoortje. Oh, het is zo lekker in de zon. Echt, en ik dacht dat het veel heter zou voelen, maar het voelt echt totaal niet heet. Het is gewoon, ja, lekker warm. Niks meer, niks minder. Dus ik ga even proberen af en toe tussendoor een kleurtje te krijgen en dan weer verder. Dus ik ben de hele tijd wel aan het heen en weer gaan tussen binnen, buiten, binnen, buiten. Ik vind het zo lekker. Het is echt, echt perfect weer gewoon. Echt. Ik ben de airfryer aan het opwarmen, want we gaan zo barbecuen. Dus ik ga patatjes maken. Het is een beetje een onverwachte barbecue. En wat leuk, we hebben een andere barbecue nu. We zijn net heel de tijd bezig geweest. De buren willen hun schuur verven rondom. Maar daar stond ons schuurtje tegenaan. Maar wij hebben er een die verplaatst kan worden. Een kleinere, omdat we het konijnhok ernaast hebben. Dus die moesten zij hebben heel die schuur, die we dus pas helemaal op hebben gegaan, nu helemaal leeg gehaald. Ja, echt top. En dat staat nu door heel de tuin heen. Maar zij nemen een nieuwe barbecue, dus die hebben we nu overgezet. Die was 350 kilo. Maar die staat nu aan de andere kant, dus bij ons. En toen hadden we gezien, laten we dan maar best meer een barbecue. En ik had ook barbecue vlees, dus dat kwam heel mooi uit. Dus, en ondertussen gelijk het vaat was net klaar, dus die aan het uitruimen. En ik heb echt het gevoel dat ik niet meer kleur. Vroeger als ik echt 10 minuten in de zon zat, had ik echt het gevoel dat ik dat leek of ik 3 maanden Spanje was geweest. En nu de hele tijd in de tuin, nou echt een verschil, een beetje stom. En nu zitten we binnen te barbecuen, want buiten staat het vol troep van die schuur. Gezellig. Heel leuk, hè? Ja. Oh, en kijk hoe leuk die patatbakjes zo zijn. Zijn wij zien ook. En nu zijn we op weg om een ijsje te gaan eten. Met z'n drieën op de fiets. Hij vindt het zo schattig zijn op de weg. En we doen het alleen nog als we met z'n drieën zijn. Want ik vind het zo eng anders. Dus ik achter en Marco naast er. Ze schermen we eraf. Beter. Oh, dit zijn echt de beste ijsjes. Kindersoft ijsjes met snoepjes. Ik hou er zo van. Zo, ik ga even wat huis voor echt. Ik krijg dat beeld zelfs gewoon niet beter. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik ga even een neusstrip opdoen. Weer even alles goed krijgen. En ik ga ook even mijn wenkbrauw epileren. Want daar vind ik het ook alweer tijd voor. Ik heb nu wel een keer een spiegel meegenomen naar beneden. Dus ik denk dat ik die strip op laat ik die intrekken terwijl ik mijn wenkbrauw doe. Zo, en omdat mijn kind zo slecht is, ik denk ik ga er ook gewoon een neusstrip op plakken.
Je had ze vroeger ook voor kind. Ik weet eigenlijk niet of ze dat nog verkopen, maar deze kant wil ik ook. Nou, dan maar zo. Dus hopen dat hier ook even mijn huid beter maakt. En nu kan ik alleen niet te veel praten, maar ik ga toch ondertussen even mijn wenkbrauwen helemaal goed bijwerken. Mijn wenkbrauwen zijn stuk beter. Oh, een beetje mezelf in beeld zetten. Dat is wel fijn. Deze strip blijft trouwens echt voor de helft zitten. Maar volgens mij op het stuk waar ik me het meest wil, bleef hij wel zitten. Ik weet niet of hij nou echt wat gedaan heeft. Ik vind het altijd leuk die strips bekijken. Ik doe dat ook. Nou, deze zie ik niet veel. Deze vind ik altijd echt leuk om te doen. Volgens mij heeft ze het wel goed gedaan, want hij wil er echt moeilijk vanaf. Ik vind ze altijd echt zo leuk. Het is een heel grappig gevoel om het eraf te halen. En dan... Ik had het gevoel dat mijn neus zo schoon is. Dat je wat verder uithaalt. Het is pijn en tegelijkertijd een grappig gevoel. Tegelijk. Dat is een rare zin. I know. Oh, deze heeft wel zeker zijn werk gedaan. Ik vind dat echt grappig. Ik zal het jullie bezwaren hoor, maar... Oh, I love it. Ik vind het echt zo'n geniale uitvinding. Ik gebruik deze dingen ook al echt zo lang. En dan echt... Het gewoon zo je huid op. Maar wat raar dat deze... Gewoon eigenlijk helemaal niks heeft. Minimaal. Oh, dit voelt zo beter. Het voelt dan ook zo glad. I love it, I love it. En nu ga ik lekker thee zetten. En weer tijd voor een gezonde snack. Echt zo stom. Als ik mijn camera aanzet, zie ik een heel licht, helder beeld. En zodra ik ga filmen, is het deze donkere misère. Maar goed, ik wil nog even de vlog afsluiten. Ik hoop dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Anders druk even hieronder op abonneren. Maak je me heel blij mee. Duimpjes, reacties. Helemaal leuk. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!